Jongens, leuk dat ik kijk naar een gloednieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over iets anders. Ik ben vandaag naar de winkel geweest. Ik zal iets dichterbij kunnen zitten. Ik ben vandaag naar de winkel geweest en ik heb iets gekocht voor mijn BMX. Voor moeilijke tricks te leren, meer te leren en geen bang te hebben voor te vallen. Ik heb dus een helm gekocht, gewoon een zwarte. Ik ga niet altijd een helm dragen, het is gewoon voor een paar tricks waar ik mijn hoofd gemakkelijk kan mee op de grond mee kan raken. Zoals achteruit manholes, 360's op een flyout, nee op een quarter, 360 op quarter, barspin. Dus ja, dat zijn moeilijke, vind ik toch, dat zijn moeilijke tricks. Maar ik wil die zo graag hebben dat ik iets beter ben en zo. Wat ga ik nog leren? Ik ging nog een trick leren, maar ik weet niet meer welke. Maar het is gewoon voor mijn veiligheid. Ik kan niet elke dag dragen. Gewoon een paar keer als ik zeg van. Morgen ga ik naar skatepark en ik zie opeens een video van, oh ja, die trick wil ik leren. Maar ik zie die al een paar keer vallen, dus dan doe ik die aan. Het heeft wel al een sticker erop. Maakt me totaal niet uit. Ik kan er ook zelf stickers op plakken, dus. Maar ja. Dat was gewoon even een kleine update. Zoals jullie zien daarboven, zie je mijn rode BMX staan, die kapot is. En hier, wacht, hier mijn zwarte, hier zo. Maar het is gewoon zo, het is je eigen veiligheid. Ik zie heel veel mensen niet rijden zonder helm en dan binnen een week zie je die in het ziekenhuis liggen met een gebroken been of zo. Allee, ik rijd ook heel lang al zonder helm, bijna 5 jaar al zonder helm. Maar ja, ik heb nog nooit echt een, nou ik leer wel tricks, maar niet echt heel moeilijke. Dus nu wil ik echt moeilijke tricks gaan leren. Maar ja, met die moeilijke tricks kun je wel heel hard vallen. En daarom heb ik nu een helm gekocht. Maar ja, dat was het gewoon even. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer, mensen. Joep!